Als ik loslaat, film ik het. Toevallig is het maar eentje. Maar ik moest eigenlijk... daarachter heb je zo'n gleuf met al die padjes. Die moest ik eigenlijk vanochtend leeg halen. Maar ik kijk gelijk even de buurt na. Voor of er nog padjes en kikkertjes in de put zitten. En ik wou hem even los gaan laten. Maar ik wou eigenlijk ook even die knotwilg gaan filmen. Want ik had gehoord van iemand die verstand van bomen had. Dat ze de knotwilgen te ver insnoeien. En dan bloeden ze dood. Dus je mag alleen die takjes eraf halen. Maar zoals ze hier doen, dat ze hem helemaal zo tot op de knoest weghalen. Het schijt dat hij dan, je ziet het daar al. Dat hij dan... dan bloedt hij dood. Van een bomenkenner had ik dat gehoord. Dus de gemeente doet het niet helemaal goed. Maar ja, de meeste mensen die weten ook niet meer hoe het zat. Vroeger was het zo, als je de hovenier moest worden, dan moest je alle planten in het Latijns kennen. Nou, tegenwoordig met een delta mag je al... met de delta, ja, als je dat niveau hebt, dan kun je gewoon de natuur in. En ze hebben ook geen verstand van planten meer. Want bijvoorbeeld, er staat er een berenklauw. Die maaien ze dan in 1000 stukjes. Nou, als je iets niet mag doen, is een berenklauw in 1000 stukjes. Want als er dan kinderen of dieren doorheen lopen, ja, dan verbranden ze. Ja. Nou, dat is het meest erge wat er maar is. Ja. Dus ze hebben ook nog eens nergens verstand van ook. En dan maken ze ook nog momenteel al die nestelplaatjes van die koudjes dicht. Die nestelplaatjes van al die koudjes hier in de wijk. Ja, dus we hebben straks geen koudjes meer hier. Dus het is diep treurig, vind ik het. Ja. Dus ik wou er nog even over gaan klagen bij de woningbouw, want die doet dat. Maar ik wou net even mijn mooie lieve kikkertje... Ik had al zo straks een paar dubbeldekkers uit de put gehaald. Dubbeldekkers, er zijn die twee op elkaar zitten. Ja, maar dat is een bevriendelijke manier om het uit te leggen. Ja, ik snap het. Nou, ik ga hem even naar het water brengen. Even de honden hoor. Ik vind de honden altijd zo leuk. Ik ben een hondenvriend. Mooie karakters hebben ze altijd, van die lieve oogjes, altijd een goede bedoeling, als jij ook een goede bedoeling hebt. Fijne dag. Vrienden van de mens zijn het. Doei, doei dame. Zo, hier jongen. Water, hier, mag je vrij. Hup. Ja, wil er niet uit? Hier, ga dan uit. Hier, moet je zien, mooi plekje voor je. Ja, ik heb je wel aan de andere kant van de weg gehaald, maar hier zo, zit een stokje in de weg. Denk er nog maar even over na, wat je wilt doen. En hier zijn meer kameraden van jou. Dus die knotwilgen, ik weet niet wie daar de leiding over heeft, maar ik heb met een bomendokter gesproken, of een bomen, weet ik wat zo'n man was. Die zegt dat het niet goed is hoe jullie dat doen. Ze bloeden dood. En het is misschien... 10 minuten langer werk om het goed te doen, maar nee hoor. Tijd is geld. Biomassa hebben we nodig. Kiloknallers. Joehoe! Blijf de Rabobank! Volgens mij denk ik soms dat Gladio nog gewoon actief is. Nou ja, doet het ook hier.